Het is de week van de avancie. En in de studio hebben we Rianne Beudeker en we hebben Wilco van der Laan. Wilco, kan jij eens uitleggen wat dat is, avancie? Uh, moeilijk. Uh, brommelongeluk, ongeluk. Uh, ja? Bloedprop. Je had een ongeluk gekregen en een bloedprop heeft ervoor gezorgd dat dat in je, in je hersenen... Ja, uh, bloedprop. Ja. Eerst, eerst een bloedprop en ja. bloedprop. daardoor heb je een brommelongeluk gekregen. Nee, je... nee, andersom. Okay. Eerste bromongeluk, daardoor een bloedpop. Dat en die heeft, die heeft wat in je, met je hersenen gedaan. Dat klopt. Dat klopt. Um, Rianne, kan jij het eens uitleggen? Wat is het dan precies? Ja, aphasie is een, is een taalstoornis die dus ontstaat door een beschadiging in de hersenen. Uh -huh. En um, daardoor kan het spreken moeilijker gaan, uh, maar ook het lezen, het schrijven en het begrijpen van taal. Communiceren met de buitenwereld. Dat is ja. avancie wat moeilijk gaat. Maar ja. soms zijn er ook uh, gevallen van dat je juist heel veel gaat praten, toch? Ja, dat kan ook. Dat kan ja. ook precies tegenovergesteld ja. Uh, zijn. Ja. Ja. ja, dat klopt. Ongelooflijk moeilijk. Jij hebt geleid mensen met avancie vanuit uh, Logopedie. Ja. Hoe doe je dat? Um, nou, mensen komen uh, bij ons bij Interacontour um, eigenlijk pas nadat ze ook gerevalideerd hebben. Dus mensen komen in het ziekenhuis, gaan revalideren. Daar gaan ze keihard werken om die taal weer beter te krijgen. Um, en dan op een gegeven moment ja, is, ben je op een bepaald niveau. En dan wordt het niet heel veel beter meer. Mm -hmm. Maar dan heb je nog wel steeds die AFAC. Um, en dan, dan zie ik de mensen eigenlijk. Yeah. Um, en dan gaan we kijken van oké, okay, wat, wat voor middelen kunnen we nog wel inzetten? Of wat, wat zijn, zijn dat voor middelen? Um, heel veel iPad wordt ingezet. Uh, of een telefoon. Uh, maar bijvoorbeeld ook um, strategieën leren zoals tekenen. Um, of veel meer je lichaam inzetten, gebaren. Um, dus eigenlijk alles wat niet taal is, um, of je dat kan inzetten. ja dat ja. is eigenlijk een van de grootste taboes die er om, om, om heerst, om, omheen gaat. Of misschien uh, misvattingen over afasie. Wat ik veel cliënten hoor zeggen, misschien herken jij dat wel, Wilco. Ja. Dat als mensen, als je niet goed kan spreken, denken mensen al snel van, dan ben je niet goed bij je hoofd. Of dan, nou ja, dan is het niet goed in je hoofd. Ja. Maar um, het is bij jou echt, bij AFSI is het alleen de taal. Ja. Het is niet dat je, dat je niet meer goed kan nadenken. Ja. Um, dus ik denk dat dat wel echt een misvatting is. Hoe lang geleden is dat, Wilco, dat je dat ongeluk hebt gehad? Uh, elf jaar. Elf jaar? Elf jaar. En hoe gaat het nu met je? Slecht. Ja? ja? Vind je het lastig? Ook? Nou, euh, nou ja, lullig. Afasie. Je hebt een tatoeage op je arm. Ja. Dat... Wat staat er laten zien? Uh, Affacie is een, een taalstoornis. Taal taal ja. Dat maar laat je ge... zien als mensen het niet helemaal begrijpen. Als je niet uit je woorden kan komen, ja, bijvoorbeeld. Dan laat je gewoon je tatoeage zien. Of rennen of weg. Dus dat... Of rennen weg. Zijn er mensen die wegrennen omdat ze het uh, niet begrijpen? Ja, ja? geweldig. Onbegrijpelijk, eigenlijk. Dat klopt. Uh, ja, moeilijk. Af en toe is en praten, uh, wakker worden of slapen of een probleem. Mm -hmm. Ja. Wat is voor jou het allerlastigst? Praten. Praten? Ja. Maar het denken gaat prima. Nou, moeilijk. Ja? Gaat het ook wat lastiger? Uh, zijn bos, links of rechts. Ja, precies. Je, daar, daar heb je moeite mee. Ah, Omdat. Links, nee, rechts. Ja, sorry. Ja, waar ze <tot> waren. Ja, het links zit waar je duim rechts zit. Realiseer je dat dan ook steeds? Van ik wil eigenlijk daarheen, maar ik zeg dit of wat? Uh, ja, klopt. Maak je het mee, zeg maar, dat je, dat je een taalstoornis hebt? Ja. Nog steeds. Is, is, dat, het, ver dan, is dat vermoeiend? Is dat Word je daar heel erg moe van? Ja. Ja, dat begrijp ik wel. En boos? Oh, makkelijk. Ja, maar ook boos dat je je niet kan uiten. Ik bedoel, want in jouw hoofd gaat het goed, alleen het komt er niet goed uit. Dat klopt. Word je daar niet boos over? Ja. Helpt het wat Rianne uh, jou aangeeft als, als, als hulpmiddelen? Uh, ja. Fit en fun. Mm -hmm. Lullig. Uh, geluid. Uh, probleem. Wat is het daarmee? Kan Rianne ja. dat geven? Ja, Wij, Ik hoop. ja je wijst dan naar Rianne ja. zelf van: zeg jij dat eventjes? Dat is goed. Ja, dat is goed. Daarvoor is ze er ook bij. Wilco gaat naar de AVZ-groep van ons. Ja. En dat is bij Fitfun in Emmeloord. En um, eigenlijk leer je daar met andere mensen die AVZ hebben, um, ja, om samen te zoeken naar die mogelijkheden. En ook Dank van elkaar ook. te leren van wat kunnen we inzetten en hoe kunnen we toch met elkaar een gesprek voeren, ook al hebben we AVZ. En hoe doen ze dat dan? Ja, op heel verschillende manieren. Um, dus inderdaad... Maar ik zag het net ook een beetje aan de beweging. Hè? Je wijst gewoon van, nou ben jij aan de beurt. De succes. <laughs> succes, de succes. Ja. Hoe, hoeveel, hoeveel, hoeveel mensen hebben dit? Um, per jaar um, krijgen ongeveer 650.000 mensen um, beroerte. Ja. En ongeveer 20% daarvan uh, krijgt afasie. Dat is heel veel. Is ja. Best wel heel veel. Vandaar ja. ook dat jullie er gewoon zoveel aandacht voor vragen. Ja. Ja, het is echt wel bijzonder hoe weinig mensen weten wat aversie is. Ik wist het niet. Nee. Als ik heel eerlijk ben. Ik nee. uh, moest het echt even opzoeken. Ik denk, uh, het is, wat, wat is een van op... de vormen van, van NAH. Hè? Van ja. uh, niet aangeboren hersenletsel. Er zijn ja. heel veel mensen met niet aangeboren hersenletsel. Ja. Ik, ik, nou, dat zei ik voor de uitzending. Mijn dochter studeert op dit moment voor dat niet aangeboren hersenletsel. En dan hoor ik van haar hoeveel varianten er zijn. En ook ja. dit aversie, hoe dat onderkend wordt door de maatschappij, maar ook mm -hmm. door de overheid. Want worden uh, jongens zoals jij, Wilco, ik praat even over jou met haar, worden die geholpen door de overheid? Krijgen ze daar genoeg steun in? Um, ja, goede vraag. Um, het is wel zo dat, dat bijvoorbeeld onze, onze behandeling wordt wel gefinancierd vanuit, uh, vanuit de overheid. Mm -hmm. Dus um, Wilco hoeft daar niet een vergoeding voor te betalen. Nee. Dus op die manier is er wel steun vanuit de overheid. Gelukkig maar. Ja. 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 Maar ook daarna, want. Hoe zit het met jouw werk, Wilco? Helemaal ja, niks. Uh, je... Nou, uh, houtkutter. Ja. Wat een probleem. Uh, millimeter of lastig. Ja. Je denkt meer in de grovere lijnen, hè? Arie wel. Ja. ja. Het fijne werk, dat kan er niet in. Wat, wat wilde jij eigenlijk altijd worden? Of wat deed je? Uh, eigenlijk kok geweest. Ja. Kok? Ja. Lekker. Heerlijk. Maar lukt dat, lukt dat? Hou je wel van lekker eten? Uh, nee, tot niet. Ook nog niet? Nee, ja, lukt meer. Niets. Komt dat ook door die afasie? Dat klopt. Uh, vergeten en moeilijk. Vergeten wat smaken ja, zijn. Dat klopt. Je bent nu bij, bij Fit en Fun, toch? Zijn, ja. zijn er meer, uh, meer mensen die, die dat hebben? En heb je daar wat aan? Ik bedoel, is, is dat, uh, worden dat vrienden? Kan je daarmee overleggen of praten? Uh, ook uh, lastig. Uh, twee keer uh, praten, lukt niet. Uh, nou ja, Lucas uh, ook uh, wel praten, maar het uh, probleem, klein beetje. Ja, is het een groep of is het gewoon één op één? Uh, wij één op één. Ja. Uh, fit, Fun, uh, vier keer. Oké. Okay. Uh, vier en plus Yvonne uh, uh, één. Ik vind dat je het uh, hartstikke goed doet ja. hoor, de hele, hele interview. Okay. Ja, Rianne. Je was een beetje zenuwachtig aan het begin. Hè? Dat hebben we niet nodig, dus uiteindelijk. Nou, <laughs> Rianne. Ja, um, hoe gaat dit verder? Is hij op een gegeven moment klaar? Is, is Wilkom op een gegeven moment, zeg maar, behandeld? Of ja. dus leer je en, altijd en je, weer je wat bij? Weer, weer verder. Het is natuurlijk iets wat, wel, wat eigenlijk altijd door blijft gaan. En um, als mensen bij ons komen, dan um, zijn ze gemiddeld zo'n twee tot drie jaar in behandeling, mm -hmm. dus dat is al een best wel een lange lange periode. Ja. Maar Wilco is jong, die moet zijn hele leven nog. Hij moet zijn hele leven nog, ja, ja. En um, um, naast de behandeling hebben we bijvoorbeeld ook dagbesteding of begeleiding. Um, en dat zijn ook trajecten die door kunnen lopen op het moment dat behandeling stopt. Mm. Um, dus Wilco heeft ook al langere tijd uh, ook iemand die elke week thuiskomt en die helpt met de administratie ja. en. Um, en dat, dat zijn wel dingen die blijvend zijn, die begeleiding. Ja. Ja. Dat afasie is daar verbetering in te boeken? Nou, zeker in de... Wilco in... schudt nee. Nee. <laughs> nee. Nou, kijk, voor Wilco is het al uh, elf jaar geleden. Um, kijk, in het begin, uh, als je in het ziekenhuis bent en in de revalidatie... dan, dan verbetert die taal nog. Um, maar op een gegeven moment is het zoals het is. En dan wordt die afasie zelf niet veel beter meer. Um, en en, dan gaan en we... hoe dan verder? Ja, nou precies. Dat, dat is de grote vraag die wij samen met de cliënt proberen uh, ja, te zoeken naar andere mogelijkheden. Ja. Dus dat betekent inderdaad niet dat we uh, aan de AVC echt gaan werken, maar meer kijken van nou, hoe ga je om met je AVC? Hoe kunnen we zorgen dat je minder boos bent, bijvoorbeeld? Ja. Dat je wat meer ontspannen bent. Heb, heb jij daar ideeën over, Wilco? Hoe zie jij de toekomst? Geen idee. Volledig helemaal blank. Ah, ik wel. Heb je wel hobby's? Nee. Hou je niet van vissen of uh, voetbal? Voetbal. Voetbal kijken? Nee. Nee? Hoog. En hoe zit het met uitgaan? Ga je ook niet uit? Nee. Heb nee. je vrienden? Kabal. Oh ja. Maar heb je vrienden? Oh jawel. Ja? Komen die bij jou of ga je naar ze toe? Licht aan. Kan je met de bus bijvoorbeeld? Nee, eigenlijk niet. Nee. Uh, auto? En je mag je auto mag autorijden. Ja. Ja. Dat gaat gelukkig goed. Want anders zou je helemaal afgesloten zijn, ja, natuurlijk. Ja. Alleen nou uh, ijzers varen. Oh jee. Ja. <laughs> Dit heb jij vaak natuurlijk, hè? Dat mensen je toch aankijken ja. van wat bedoel je? En ja, dat klopt. Ik wil dan respect zijn en kom maar, weet je. Dat is moeilijk. Uh, auto alleen uh, 45 kilometer. Oh ja. ja. En daar kom je dan een end mee, hè? Ja, ik wel. Ja. Ja, vind ik ook. Het is warm. Ja, en je zit en je droog. Zit droog. <laughs> dus met dit weer al heel bad, hoor. <laughs> ja, dan wel. <laughs> uh, Rianne, dit um, is heel erg duidelijk. Het is gewoon een enorm uh, uh, groot iets in Nederland... wat we niet altijd realiseren. Nee. Wat, wat wil jij nog um, dat mensen in Nederland eigenlijk weten hierover? Moet dit breder bekend worden? Ja, dat denk ik wel. En... Um... Wat denk ik heel belangrijk is, is dat mensen um, gewoon maar het gesprek aangaan en um, niet weglopen. Nee, en ook eerlijk zeggen: ook wat er net gebeurde, hè, zodat jij je had even zoiets van: Ik begrijp je niet. Nee, nou, wat maar... moet je dan doen? Wat, wat moet je dan het, doen? Het zeg, voor mij, ik... ja, ja. Nou, dat het is het eerste. Geef in ieder geval aan: van oké, okay, ik begrijp je niet, mm -hmm. want anders ga je langs elkaar heen praten. Ja, um, en wat Wilco als belangrijkste tip vaak zegt, is van dat mensen. Rustig, Rustig. Ja. Hmm. ja. Langzaam praten, dan komt ja. het binnen bij je. Dat klopt. Ja. ja. Uh, nou, ik denk dat wij allebei wel hetzelfde zoiets hebben: van ongelooflijk stoer dat je hier ja. uh, dit wilde komen vertellen uh, aan ons. En maar ik hoop wel. dat we er uiteindelijk weer mensen mee helpen. Ik hoop het. Ja. ja. Oké. Okay. Um, laat nog eens weten hoe het met je gaat. Ja, slecht. En, maar over een tijd dan willen we graag weten hoe het met je gaat. En hou ons gewoon op de hoogte van jou. Dat kan. Dan komen we misschien best nog een keertje weer terug bij je. Ik hoop het. Goed zo, doen we dat. Rianne, jij ook bedankt. Ja. En Wilke ook Dank bedankt. En de moeder van, van Wilke ook heel erg bedankt.